Het Nationaal Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en Onderzoek naar de Gevolgen van het Slavernijverleden heeft de Kitikoti-maand ingeluid met een lezing. Het thema van de lezing was van leed verzet naar herstel. Zijn wij er echt klaar voor? De inleider van de lezing is Safira Plet, die ook bestuurslid is van Plantage Bersaba. Plet gaf aan dat het thema heel geschikt is na 160 jaar afschaffing van de slavernij. In haar inleiding vraagt Plet zich af of de nazaten van de tot slaafgemaakten daadwerkelijk klaar zijn voor herstel. Ook zo is dit dan een goede periode om te kunnen kruipen uit het slachtofferrol. En in plaats van alleen te treuren om het verleden, dat we oplossingsmodellen bedenken voor het herstellen van de opgelopen schade. Want al wie het draait of keert, bijna 200 jaar lang, zeg maar, geïndoctrineerd zijn geworden, tot een ander soort mens gemaakt zijn, helemaal gebroken zijn mentaal, spiritueel. Het vergt echt heel veel werk om jezelf weer op te pakken en de persoon te zijn die je in feite zou moeten zijn. Van leedverzet naar herstel zijn we er echt klaar voor. Dus deze lezing moet ons een beeld geven over de kracht van de veranderingskrachten in de Afro-Surinaamse groep ten opzichte van haar eigen weerstandkrachten, met een afneming van de invloed van interferentiekrachten. Plet gaat verder aan dat de denkwijze van de mens helemaal van zichzelf afhangt. Door de jaren heen kwam er veel indoctrinatie voor, bij vooral de nazaten van de tot slaafgemaakten, meent de inleider. Indoctrinatie is niets anders dan het opdringen van een bepaalde mening aan een ander. En dat is ook wat jij doorgeeft aan je nageslacht. Ik weet nog dat ik vaak mensen hoor zeggen van, wauw, dat kind is geboren met mooi haar. Wat is mooi haar? Omdat ik slagen heb. Het staat verder van kroeshaar, dus hoe verder het staat van kroeshaar, des te mooier. Of saai, of in kleur. Dus die kleur wil daarom. Nee, want kleur is mooi. Zwart is toch mooi, of niet? Die indoctrinatie heeft dus plaatsgevonden en we merken dus dat ook nog steeds terug. Alhoewel we het er niet altijd van bewust zijn, maar dat is er echt nog steeds. Dat heb je dus niet als zodanig gehad bij de contractanten. Je hebt dus bij slavernij gehad dat het praktiseren van het eigen geloof verboden was. Want alles wat zwart was, was verkeerd. Het thema van de herdenking van 160 jaar afschaffing van de slavernij is reflecteren op het verleden voor een betere toekomst. De herdenking wordt uitgevoerd in 22 projecten die zullen lopen tot en met oktober 2023.